Wij zijn vandaag op het distributiecentrum van Lidl in Zwaag. En wij zijn hier omdat er heel veel mensen, bijna 90% van het DC, heeft de petitie ondertekend die door onze kaderleden en leden is opgesteld om echte banen te krijgen waarbij ze gewoon met plezier weer naar werk gaan. In de petitie staan er 4 punten. ATV-beleid staat erin, ziektebeleid, communicatie en werkdruk. Dit is belangrijk dat we dit doen. Dat het niet escaleert in ieder geval. Dat we gewoon allemaal met de neus in dezelfde richting gaan in ieder geval. Everything is upside down. I work here 7 years. And it's a totally different company than it was 5 years ago. And there must be some changes. Ja, ik ben nog steeds trots om voor Lidl te werken. Maar op deze manier kan het niet langer doorgaan. Ik ben trots om voor Lidl te werken, dat absoluut. En vandaar ook dat ik aangeef middels deze petitie, samen met de vakbond, dat we dit samen moeten gaan oplossen, want we moeten uiteindelijk samenwerken en we moeten het een en ander weer recht zien te krijgen. Wij van Lidl nemen deze petitie uiterst serieus en ik ga dan ook deze petitie zorgvuldig bestuderen. Ja, ik ben blij dat hij zo goed ontvangen is in ieder geval en dat ze hem constructief, dat ze het constructief oppakken en dat we met elkaar nu om de tafel gaan en dingen hopelijk gaan verbeteren. Voor 2 jaar zijn we zeker op de goede voet met de Lidl. Ik denk al veel eerder in ieder geval. Dat is altijd spannend na een petitie. Dan gaan we met de kaderleden zitten. Wat willen we minimaal uit deze petitie hebben? Dat gaan we met elkaar bespreken. En als ik zie wat de kaderleden vandaag hebben gepresteerd, ja, dan heb ik er echt wel vertrouwen in dat we de goede resultaten uit gaan halen.